Finland was niet zozeer een bondgenoot van Nazi-Duitsland. Althans, niet op papier. Finland heeft zich niet officieel tot de asmogendheden gevoegd. Maar wel was het een mede-oorlogsvoerende die aan de kant van Duitsland streed tegen de Sovjet-Unie. Waarom werkte Finland samen met Duitsland in de Tweede Wereldoorlog? Daarover meer in deze video. Blijf kijken. In augustus 1939 tekenden Nazi-Duitsland en de Sovjet-Unie een niet-aanvalsverdrag, het Molotov-Ribbentrop-pact, waarbij invloedssferen werden bepaald. En Finland werd toebedeeld aan de Sovjets. De Sovjets vielen Finland niet direct aan, ze onderhandelden eerst, maar toen deze onderhandelingen stuk liepen, viel de Sovjet-Unie Finland aan in november 1939. Deze oorlog wordt ook wel eens de Winteroorlog genoemd. De Finnen verdedigden hun land dapper en brachten de aanvallende Sovjets grote verliezen toe. Maar uiteindelijk kreeg het Rode Leger de overhand. En in maart 1940 werd er vrede gesloten tussen Finland en de USSR. Finland moest bepaalde gebieden afstaan. Hoewel Finland dus op papier had verloren, had het land wel zijn eigen onafhankelijkheid weten te bewaren. Finland had dus gebieden verloren, maar bleef onafhankelijk. De vraag was voor hoe lang nog, want wellicht zouden de Sovjets opnieuw aanvallen. In februari 1940 stuurde Nazi-functionaris en de baas van de Duitse Luftwaffe, Hermann Göring, een telegram naar de Finnen. Daarin werd beloofd dat de Finnen, als zij aan de zijde van Duitsland zouden vechten, hun verloren gebied terug konden krijgen zodra de Europese oorlog voorbij was. In maart 1940 werd ook een pro-Duitse Finse minister van Buitenlandse Zaken aangesteld. Dit geeft dus aan dat Finland wel degelijk richting Duitsland leunde. Nou waren veel Finnen wel pro-Engels, alleen de Britten waren de Finnen niet te hulp geschoten tijdens de Winteroorlog. Ze stonden er toen praktisch alleen voor. Er waren plannen om samen met Denemarken en Noorwegen een alliantie op te richten. Maar in april 1940 werden deze landen aangevallen door Nazi-Duitsland. Denemarken viel na 6 uur en Noorwegen werd tegen de zomer volledig veroverd. Kort daarna annexeerde Stalin de Baltische staten, Estland, Letland en Litouwen. En voerde de druk op bij Finland. Finland vreesde dat de Sovjet-Unie het land wederom zou aanvallen. De Duitsers hadden op dit moment nog een niet-aanvalsverdrag met de Sovjet-Unie. Dus de Duitsers waren er niet al te happig op om de Finnen te steunen. Maar de Duitsers bevonden zich nu wel dichter bij het land, aangezien ze volledige controle hadden gekregen over Noorwegen. En Noorwegen immers grenst aan Finland. De Duitsers hadden wel gesprekken met de Finse politieke leiders. Waaronder de Finse generaal Gustav Karl Mannerheim en de Finse regeringsleider Risto Ruutu. Hierbij werd besproken in hoeverre Finland zich zou kunnen verdedigen als de Sovjets opnieuw zouden aanvallen. De boodschap van de Finse leiders aan Hitler was beslissend. Als Finland opnieuw alleen zou moeten vechten tegen de Sovjet-Unie, zou het niet langer dan 3 maanden kunnen overleven. Zelfs als deze schatting pessimistisch was, onderstreepte het 2 cruciale punten. De Finnen zouden in geen geval capituleren voor de Sovjet-Unie en dus zou de Duitse steun aan Finland niet te vergeefs zijn. Toen Hitler dit verslag las, gaf hij goedkeuring tot de Duitse verkoop van wapens aan Finland. En ook mochten Duitse troepen zich vrij bewegen door het land. Toen in september 1940 de eerste Duitse troepen in Finland verschenen, reageerden de Finse burgers met opluchting. Het zag er naar uit dat wanneer Finland opnieuw zou moeten vechten tegen de Sovjet-Unie, ze er dit keer niet alleen voor stonden. Nu was het zo dat de meeste Finnen pro-Engels waren en Nazi-Duitsland niet al te positief werd beschouwd door de meeste Finnen. Alleen, ja, vanuit een pragmatisch oogpunt was dit de beste oplossing. Ze zagen samenwerking met Duitsland als een noodzakelijkheid, zoals de Finse regeringsleider Risto Ruutu schreef. Welke mening je ook hebt over het huidige systeem in Duitsland, het is 1000 keer beter dan onder Sovjet-bewind te staan, wat onze dood zou betekenen. En binnen de Finse elite waren er redelijk wat mensen te bespeuren die een pro-Duitse houding erop nahielden.
Dat komt vanwege het volgende. Het is cruciaal om te onthouden dat de Noordse landen als onderdeel van het Lutherse Europa een culturele periferie van de Duitsstalige wereld vertegenwoordigden en tot de Tweede Wereldoorlog zelfs het Duits als hun lingua franca gebruikten. De meeste Finnen waren niet fascistisch of pro-nazi. Waar de Finse regeringsleiders op hoopten was dat Duitsland de Sovjet-Unie zou verslaan en dan de westelijke geallieerden Duitsland zouden verslaan. Een soortgelijk scenario als wat zich in de Eerste Wereldoorlog voltrok. De militaire samenwerking tussen Finland en Duitsland begon echt vorm te krijgen in de lente van 1941. Toen werden er zo'n 1400 Finnen gerekruteerd in de Duitse SS. 400 van hen zouden later vechten in de Vikingdivisie aan het Oostfront. Op 20 juni 1941 mobiliseerde het Finse leger. Hoewel veel Finse politici kritisch waren over Finse deelname aan de Duitse invasie van de Sovjet-Unie, stond het overgrote gedeelte van de Finse bevolking hier wel achter. Niet zozeer omdat ze pro-Duits waren, als wel dat ze anti-Sovjet-Unie waren. Historicus Hendrik Lunde schrijft hierover het volgende. Hoewel de beslissing om een medestrijder met Duitsland te worden misschien is genomen door een groep invloedrijke politieke en militaire leiders, kunnen we gerust concluderen dat de genomen beslissingen in overeenstemming waren met de meerderheid van de politici en de Finse bevolking. Ik heb een video gemaakt over de Finnen die vochten aan de zijde van Nazi-Duitsland in de Waffen-SS. Klik daarvoor hier. Ik wil je bedanken voor het kijken. Ga vooral ook even naar mijn Engelse kanaal. Geef deze video een like. Vergeet niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En tot de volgende keer.